Ik ga met Ron Berndsen van de Nederlandse Bank eens even rijden in een Tesla. Wat is nou het overeenkomst tussen cryptocurrency en elektrische auto's? Ron hield in het vorige blockchain-congres een verhaal over wat de Nederlandse Bank doet met cryptocurrency en wat ze ervan kunnen leren voor het reguliere financiële systeem. Close all. Ja. Ja, dat hebben ze ook weer leuk gedaan. Ja. Heel goed, Ron. Ja, ja. Wat zei je? Oh, dat voel je helemaal je waag. Dit is een beetje de Tesla-smile die mensen dan zien. Ja. Oké, Ron, je eerste ervaringen dat dingen zelfsturend zijn in een auto. Ja. En meteen zit hij met zijn handen rustig op zijn schoot. Hoe voelt dat? Het is fantastisch. Het zonnetje schijnt en je kan lekker van het landschap genieten. De meeste mensen moeten er even aan wennen, maar bij Ron valt dat reuze mee. Oké, dus hij rijdt nu gewoon lekker rustig. Kon net, lekker op de A10. Kijk, hij gaat ook van baan verwisselen. Ja. Kijk eens, je kunt er goed aan wedden. Je moet wel de richting wijzen weer terug doen. Ja. Hey, wat is de overeenkomst tussen cryptocurrencies en zelfrijdende elektrische auto's? Dat vind ik een hele moeilijke. Als je kijkt naar bij Google op Tesla en blockchain zie je niet heel veel overeenkomsten. Maar er is wel eentje dat Tesla's natuurlijk automatisch tol kunnen betalen. Dat was een van de eerste raakvlakken die ik zag tussen betalingsverkeer en autorijden. Maar elektrische auto's zijn veel goedkoper, veel minder onderhoud en onderhouden zichzelf veel meer. Is dat ook niet eigenlijk met cryptocurrency zo, dat ze veel meer zelfsturend zijn? Ik verwacht voor cryptocurrencies eigenlijk niet dezelfde doorbraak als voor auto's. Cryptocurrencies zijn voor mij een niche. En zelfrijdende auto's, dit lijkt me fantastisch, dat wordt straks een nieuwe normaal. En de blockchain als middel? De blockchain wel. De blockchain zie ik duidelijk als een technologie die wel heel breed inzetbaar is in het betalingsverkeer. Waarbij het wel efficiënter en veiliger en ook intelligenter kan worden gemaakt. Begin na 5 minuten, wat vind je ervan? Ja, ik vind het fantastisch. Iedereen heeft straks een auto met chauffeur. Nou, eens kijken wat hij ervan vond. Elektrisch en zelfrijdend. Erg leuk. Dit is echt de toekomst. Ja? Ga je zelf ook gewoon elektrisch en autonomous rijden? Ja hoor, zeker. Oké. Goed. Ron, DNB is over.